the energy vibration lays in for the Leo Sun Moon Rising sign. It will take a bedankt. Aan jullie. Ik vraag jullie alsjeblieft om even te luisteren naar je Sun Moon Rising sign. Het is de laatste week van november 2018. En in deze week we hebben de energy van de koningin van de cups. Oké, de sommige van jullie hebben een situatie met de koningin van de cups. De energie van de koningin van de cups komt uit, dus het blijft in je lezen. Dus we gaan even bekijken wat komt next. De zes van staven, dus sommige van jullie gaat overkomen situatie met de koningin van de cups. We hebben de vier van pentacles en de zes van cups. Dus nummer zes en zes stok, het is over de materialistic stability dan. Now, sommige van jullie, er is een koningin van de cups, kun je vader zijn, oké? En je krijgt some goede nieuws van je vader over je financial stability. De acht van cups come up. Sommige van jullie besloten, je gaat even weg van een relatie. Als je bent in een relatie met een visgrave of scorpion. Of je bent thuis bij je vader. Je krijgt goede nieuws over je financial stability. Je gaat even verhuisd. Nou, we hebben de negen van staven. Je bent beschermd en je staat klaar voor whatever de situatie is. Het is een good week voor jullie Leo's van week en store. Dat de energy vibration van deze week hebben mee te maken met de sekwaken. En het is jullie energy. Nou, als we hier bekijken. Dit kan iemand partner of iemand vader. Dat is een visgrave of scorpionetje. Je hebt de zes van staven. Je krijgt goede nieuws van deze persoon. Je hebt de vier van pentacles. En nog een positive energy vibration van financial stability met de family situatie. Okay, dus dit is zeer, zeer positief. Als we gaan even kijken, er is een situatie en je hebt besloten deze persoon achter jou te laten. Nou, dit is iemand dat is een visgrave of scorpionetje. Ik ken je vader, maar ik ken ook je partner. Nou, good news komt binnen en met deze nieuws, je staat stevig in je schoenen. Je bent klaar voor alles wat komt. Financially, je financial stability komt best wel goed voor jullie dames, 45 jaar en ouder. En je familie krijgt financial stability. Sommige van jullie afwijken dingen met de familie. Maar we gaan even zien wat komt uit. Oké. Dus sommige van jullie krijgt some cruelty from a visgrave of scorpionetje. Oké. Ik kan je vader zijn. Ik kan je partner zijn. Maar dat was echt cruelty. Either taken deze persoon. Of je krijgt het van deze persoon. Je begint om te zien de dishonesty en de leugens en bedriegen over een situatie. En het heeft mee te maken met geld, oké? De acht van bakkel. Sommige van jullie gaat besloten door een situatie om gewoon weg te gaan. Okay. Geld gaat best wel binnenkomen voor jullie Leo's. Is het zeer, zeer positief. En er is een situatie dat have to make met de prinses van Bokkel. De prinses van Bokkel. Nou, hier hebben wij de situatie dat deze twee personen. Er is een situatie over geld met jullie dames 45 en ouder en hebben mee te maken met je dokter. Als je hebt een dokter, dat is een visgrave of scorpionetje. Obviously is een dokter of sister of ik ken een moeder en een child. Ik ken een moeder en een zus, een sister. Whatever the situation is that you have jullie dames 45 jaar en ouder, hebben iets mee te maken
met a Pisces, Cancer, or a Scorpion, this can your doctor of your soul, doctor of soul. Now, whatever the situation is that you remember scared from this person. This person can do all this what's will. It can't see it look, okay? As we bekijken, there was some echt nadeke dingen that is gebeurd met the father and the doctor. Okay, dus ik ken dat een van jullie, je vader, have echt some nadeke dingen tegen jou gedaan. Maar je can't even zien dat iemand gaat je best wel redden, okay? Dus ik ken je vader, maar ik ken ook je partner. Maar iemand gaat je best wel redden. Also, we gaan hier even zien. News komt binnen. And whatever the news is, je wordt stevig, want geld komt daar ook bij. Dus dat is best wel goed. Whatever the news is, geld komt daar ook bij. And this is so powerful, omdat the energy is over family, but it's over situatie, dat werk of situatie, dat gaat niet goed, dat je besloten. Some gaat weg van een family situatie vanwege geld. Zie je dat hier? Een dame is 45 en ouder. Gaat weg van een situatie omdat het heeft mee te maken met geld. Now, we have the energy van vis. The energy van de vis is good, positive. Sommige van jullie kunnen financial stability krijgen van a fiscrape of scorpion at your mom, and that gaat je best wel helpen met een nieuw house of a new start in your leven. And you gaat even zien dat een organisatie gaat je best wel helpen. Dus a new start of a situatie dat mee te maken met een kind. Van Vacant Store, dat daar is een energy voor sommige van jullie dames dat hebben mee te maken met een kind. En deze kind kunnen in some problemen komen. Of deze kind heeft geld nodig op school. Deze kind woont verder. This child, oh my god, live away from you. And they could be, I'm so sorry, they could be really, really, really in a financial situation and you're going to be helping out. This is like, there's someone out there that your child is in a school, college or university or far away from you and they need some help. Or they want to leave and you're saying no and you're trying to find a financial stability to keep them in this organization. Okay, here I'm seeing a situation at home. Some news is coming to you at home and it's all about money, but this is going to be okay because money is about to come in. The fish with the nine of pentacles is coming in. Money is going to be coming in and you're going to decide to move away. Some of you have to deal with your kids, but you will have the financial stability to deal with your kids. Some of you are going to be finding out some cruelty that has happened to your kids or to a friend, and you're going to be really surprised at what is happening, okay? Whatever the situation is, it's a learning lesson. You have here the energy of the Knight of Cups. Some of you could have a child that is a Pisces, Cancer, or a Scorpion. It doesn't really matter what sex it is, but obviously there is some serious situation that is going on here with this child. It is a lesson that you need to learn. It is really, really a lesson that you need to learn. Whatever the situation is, you really need to learn a lesson about this person, because whoever this person is have not been honest at all, okay? Some of you are dealing with your children. They're not saying exactly what is going on. You need to find out the truth. I'm seeing a situation that is happening in your house, but you're spiritually divinely protected not to worry about this. If some of you were trying to get a house sale, you're going to be seeing a way. If you were looking for a house, this is going to be happening because an organization is going to be helping you to find a new place, and this is going to be good, okay? Not to worry. It could be your kids who are in college, wants to move, and you are going to be, oh my god, the same card came up, and you are going to be available to help them, okay? Alrighty, what you guys have as the outcomes, you have integration, and this is I combine body, mind, and soul, all of humanity into a new dimension. I combine body, mind, and soul,
all of humanity to be in the center, and this is good. As you can connect your body, mind, and soul, the universe is going to be helping you. As you can open up and connect, this is a purple energy, so obviously it's the crown chakra, and you can see the angels and guides above your head that is going to be connecting with you and helping you as you go through this week. I want to say to each and every person, thank you for being here. Whatever the situation is, you're going to be coming, getting out. You're going to be seeing the truth. There are some really deceptive things that has transpired. There is a family situation. There could be child custody battle. You're going to be coming out. There could be situations that your child is in jail or that sort of a thing. There could be situations that there are serious things that is happening to your child, not knowing. But some of you who are looking for financial help to find a new place, this is going to be happening. Alrighty. So I want to say namaste until next time. Please look up to see who are these people cross watch. Namaste. We'll be right back.